Dat hele persoonlijke en dat elk juweel een eigen verhaal heeft, dat maakt ons vak zo mooi. De kracht van Ghazan is echt dat wij een familiebedrijf zijn. Dat voelen de klanten ook. Die voelen de warmte, de sfeer onderling. Zo'n familiebedrijf is eigenlijk een soort kindje van je. De familie is het kloppende hart van de onderneming. Ghazan is het bedrijf wat door mijn grootvader is opgericht in 1945. Mijn grootvader heeft oorspronkelijk als diamantsnijder in dit gebouw gewerkt. Het was ooit een Chinese vriend die tegen hem zei van dat wat jij doet met diamant, dat zou je moeten laten zien aan een groep mensen. Dan zijn ze zo onder de indruk van dat wat je doet, dat ze uiteindelijk diamant gaan kopen. En daar is eigenlijk de toeristensector helemaal opgebouwd. En later hebben we ook retailwinkels geopend. Die formule van uitleg geven over diamant, uitleggen wat de 4 C's inhouden, die formule hanteren we vandaag de dag nog steeds. In de goede periode ontvangen we hier ongeveer 400.000 toeristen. We spreken 26 talen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een Thaise groep ook echt in het Thais wordt ontvangen. Wij hebben 5 winkels op de luchthaven van Singapore. En daar zijn we heel erg trots op als relatief kleine familieonderneming. En we hebben ook 17 winkels op de luchthaven van Schiphol. En we hebben natuurlijk 2 gigantische juweeltjes in de stad. Als Ghazan Dam Square en Ghazan de Boutique in de PC Hoofdstraat. De 3 belangrijkste facetten van Ghazan zijn kwaliteit. We kunnen niet altijd de goedkoopste zijn, maar alles is gebaseerd op kwaliteit. Tweede, service. Daar gaan we heel ver in. Maar ik wil geen discussie winnen met een klant, maar ik wil een tevreden klant. En de derde is dat we een 100% familiebedrijf zijn. En dat betekent gewoon dat wij andere normen en waarden hebben. En met name heel erg gefocust zijn op de lange termijn. Het hele mooie aan Ghazan is dat wij hier vanaf het ruwe product uiteindelijk tot een prachtig juweel komen. En dat hele proces, dat kunnen wij hier intern doen. Dat is natuurlijk echt heel uniek. Het ambacht kun je vooral hier op het hoofdkantoor heel goed ervaren. Je kunt echt een kijkje in de keuken nemen. Je ziet de slijpers aan het werk. Dus je ziet hoe intensief het is om zo'n diamant te bewerken. Het kan zijn van een eenmalig project. Mensen kunnen hier binnenkomen met een tekening. Die hebben vaak een idee wat ze willen. Dan kunnen wij dat maken. De custom-made dingen die wij maken, die zijn fantastisch. Daar ben ik zelf ook altijd heel trots op. Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen van luister, ik heb een steen. Kijk maar wat je ervan maakt. Ik heb er geen sjoegen van. Dus dan gaan we aan tekenen. Ja, dat is fantastisch om te doen. Daarin zijn we echt anders dan een traditionele juwelier. Omdat we hem echt helemaal voor je kunnen samenstellen. Je kan hier echt je eigen product customizen. Natuurlijk zijn we een commerciële instelling, maar we willen echt ook nadruk leggen op dat stuk educatie. En dat is voor ons heel belangrijk, dat men met een goed gevoel hier weggaat. Wij vinden het belangrijk omdat je daarmee zeg maar het verschil maakt. De visie van Ghazan is dat we vrij breed gaan. Dat we eigenlijk alles verkopen onder één dak. Dus je kan bij Ghazan terecht voor een product van 100 euro en alles wat daarboven ligt. Geldt zowel voor de horloges als de juwelen. Dus we hebben heel veel mooie merken, maar ook niche-merken die je eigenlijk nergens anders kunt krijgen dan bij Ghazan. Wat voor ons heel belangrijk is, is om je te onderscheiden met eigen producties, dus eigen content te maken. Maar daarnaast dat wij die hele belangrijke merkportfolio van al die verschillende internationale merken, dat we die hier voeren. Wij maken de Ghazan 121. De Ghazan 121 is wereldwijd gepatenteerd. Is een unieke slijpvorm. Normaliter heeft een briljant 57 facetten. En wij hebben juist als Amsterdams bedrijf ervoor gekozen om die ronde vorm te perfectioneren. En hebben 16 extra facetten aan de bovenkant toegevoegd. En 48 extra aan de onderkant. Wij slijpen de Ghazan 121 ook voor het grootste gedeelte hier in ons eigen slijperij. We laten het certificeren door de GIA. Dat is een overkoepelend orgaan die diamantkleuren en kwaliteiten bepaalt. En de HRD in Antwerpen. Dus ze krijgen een onafhankelijk rapport erbij.
Het is heel bijzonder dat we met 121 facetten werken. Er is nooit eerder deze perfecte mate van diamantslijpen gevonden. En het allerleukste vind ik altijd om de reactie van de klant te zien. Als ik een normale briljant naast een Gasson 121 leg, dan zien ze direct het verschil en gaat eigenlijk altijd de keuze naar de Gasson 121. Verder hebben wij ons eigen horlogeatelier, ons eigen Rolex-atelier. Horloges die een automatisch uurwerk hebben, dat moet nog altijd met de hand gemaakt worden. En als je ziet met hoeveel precisie en hoeveel toewijding dat wordt gemaakt, ja, dan is eigenlijk ieder horloge is een op zichzelf staand juweel. Choices by DL is een afstudeerproject. Het is een gepatenteerd systeem waarbij je de kleursteen en de randen van ringen en oorbellen en dergelijke kunt verwisselen. En het is eigenlijk echt vanuit de praktijk ontstaan, omdat ik dacht, ja, hoe mooi zou het zijn als je een ring met een kleursteen kan wisselen, want dan kun je hem altijd aanpassen aan datgene wat je draagt. Voor ons is het heel belangrijk dat het van A tot en met Z een feestje is. Men moet zich hier welkom voelen. Wij willen een soort warmte uitstralen, want het kopen van juwelen moet een feestje zijn. Dat is ook wel het mooie van ons vak, dat jij natuurlijk zo belangrijk bent eigenlijk in een klein stukje van iemands leven, maar juist wel de hele belangrijke dingen mag je meemaken. Dus het zijn vaak leuke momenten. Als je bij Gasson binnenstapt, dan 9 van de 10 keer zijn het mensen die vrolijk zijn. Je maakt eigenlijk zo'n bijzonder moment met iemand mee, dat je meteen in iemands hart wordt gesloten. Dus wat dat betreft zouden we wel echt een boek kunnen schrijven met hoeveel bijzondere momenten wij hier wel niet hebben meegemaakt. Je wil voor mensen een mooi moment maken. Later sturen we nog een leuke brief mee van het was mooi om jullie te ontvangen, we wensen jullie heel veel geluk. Dus het hele plaatje moet zeg maar rond zijn. Heel belangrijk is de totale beleving. Een aantal klanten die vooraf gaan zeggen, ik kom pas kopen bij je op de Master of Luxury. Het glas champagne eromheen, gewoon de hele sfeer, is voor ons heel erg belangrijk. En voor ons betekent het dus ook echt dat beleving bij ons vak hoort. Dus het contact onderhouden, het relatiebeheer is een heel belangrijk onderdeel. En daar maak je echt het verschil mee. We hebben de afgelopen jaren ons ook nog meer geconcentreerd op alle voetbalclubs. We zijn daar goed zichtbaar en wij vinden het ook heel prettig om businessclubs van die voetbalclubs bij ons op de fabriek te ontvangen. Zelf heb ik betaald voetbal gespeeld, een groot netwerk overgehouden uit mijn tijd als voetballer. En dat vul ik nu in bij Gasson. Er komen hier ook heel veel bijzondere mensen over de hele wereld. We hebben daar speciaal opa's kamer voor gecreëerd met het meubilair van Samuel Gasson. En het mooie is dat ze daar ook echt in alle privacy hun producten kunnen kopen. Wel bekende Nederlanders die willen dus niet in de winkel zitten kijken, want dan ziet iedereen mee te kijken wat je koopt. En nog een leuk fotootje en zo, dus dat kan hier niet gebeuren. Wat dat betreft hebben we natuurlijk ook echt een beroepsgeheim en zullen wij daar verder nooit over spreken. Maar dat is natuurlijk wat ons vak wel heel erg bijzonder maakt. Buiten het feit dat we een familiebedrijf zijn, zijn hier 500 medewerkers. En heel veel van die medewerkers voelen ook een beetje als familie aan, omdat ze al zo lang hier werken. Je ziet ook eigenlijk dat we heel weinig verloop hebben. Als je eenmaal dat Gasson-virus oppakt, dan blijf je gewoon. We zijn eigenlijk één groot team. En ik word eigenlijk ook heel vrolijk als we stafvergadering hebben. En in die staf zijn eigenlijk 9 van de 10 personen zijn intern doorgegroeid. En dat vind ik heel mooi. Ons grote succes zijn niet wij, maar dat zijn onze mensen die in het team werken, die dus altijd klaarstaan voor Gasson. Die zijn heel belangrijk. Mijn droom voor Gasson is om er een internationaal merk van te maken met boutiques over de hele wereld. En dat je ons overal tegenkomt, of het nou Fifth Avenue is of de Rue Faubourg Saint-Honoré. Overal verschillende conceptstores van Gasson. Ja, het zou wel waanzinnig zijn om van Gasson een global brand te maken, echt een wereldwijd merk.